Goeiedag, Graad 5. Omdat ons reeds die laatste hoofdstuk van geografie gedoen het, doen ons die week net geschiedenis. Kleiware. Potte is van klamklei gevorm en gebak. Dit is gewoonlik baie hard gebak. Die potte was belangrijk voor die Afrika boere in hulle alledaagse leven. Hulle het dit gewoonlik in verschillende vorms gemaak en dan geverf. Die Leidenburg koppe. Leidenburg is een dorp in Mpumalanga. Soos julle kan sien, daar word het aangedui. Archeoloë het klein stukjes klei voorwerpe wat onder die grond gekry is, by mekaar gevorm en die koppe aan mekaar gepas. Dit is vandaag in die Suid-Afrikaanse Museum gevind in Kaapstad. En dan met die prentjie onder kan julle sien, hulle het gewoonlik feeste gevier of ceremonies gehou. Ruilhandel. Afrika boere was bestaansboere gewees. Dit beteken, hulle het gewoonlik genoeg gewasse geplant of beeste en skape aangehou om net vir onszelf te kan sorg. As het gebeur het dat hulle meer gehad het, het hulle gewoonlik onder mekaar uitgeruil en so het ruilhandel plaasgevind. Geneesing. Geneesers was speciale mense gewees wat opleiding ontvang het. Hulle is ook dier die voorouders gekies. Geneesers was soms ook kruiedokters gewees en kon goed plante uitken en geweet het wat sy eigenskappe die plante gehad het om jou te kan genees. Jag. Afrika boere wou baie graag olifantanne gehad het. Hulle het vooral baie handel gedryf met olifantanne, waarvan hulle kon hangertjies maak en ander juwele. Belangrike families het gewoonlik luiperpels gedra en dit het gedien as 'n simbool van mag en rykdom. Ons is amper terug by die skool graad 5, byt vas, sien julle gou weer.